Dit is het TVWS-nieuws van donderdag 13 februari met onder meer. Instituut in Wageningen doet onderzoek naar dode otter Nieuwkoopse plassen. Lokale burgemeester Bodegraaf Reeuwijk stopt tijdelijk. En veel bijval voor kritiek op Olympische boeketten. Dag dames en heren. Zo is er eindelijk weer één en zo is hij dood. Althans, die kans is aanwezig. Dan heb ik het over de otter die gisteren werd doodgereden op de A12 bij Gouda. Het vermoeden bestaat dat het gaat om hetzelfde diertje dat kort geleden werd gesignaleerd in de Nieuwkoopse plassen. Daar ging toen de vlag uit omdat het gebied het tientallen jaren zonder otters moest doen. Erg. Al buiten leven kunnen zijn. Een tikkie aangeslagen zijn ze nog wel. Kok Otterspeer en Claudia van der Kraan van Dierenambulance Gouda. Zij waren degene die de otter gisteren na een melding aantroffen op de A12. Van de vluchtstrook afgehaald. Was hij al overleden. En hij is aan de achterzijde is die aangereden. Beschermd dier, hoe kon dat nou gebeuren? Ik vind het heel erg jammer. En hij is niet de enige, want ook John Pietersen, boswachter van natuurmonumenten in het Nieuwkoopse plassengebied, is in mineur over de doodgereden otter. Ik moet zeggen dat ik leukere dagen heb meegemaakt. Toen het nieuws binnenkwam dat we een otter in het gebied hadden. Ja, dat was toch een vrolijkere dag als het nieuws dat er een otter is doodgereden. Ongeacht of het de otter nu is uit Nieuwkoop of niet. Want dat is nog niet duidelijk. Toch acht Pietersen de kans aanwezig dat het om hetzelfde dier gaat dat pas geleden nog op camerabeelden in de Nieuwkoopse plassen te zien was. Als je nagaat dat een otter zich makkelijk verplaatst, een goede zwemmer is, 7 à 8 uur achter elkaar kan zwemmen, met een gemiddelde snelheid van 2 à 3 km/u, en je dan bedenkt dat Gouda hier ongeveer 15 kilometer vandaan is, zou dat in theorie kunnen, ja. Volgens Pietersen gaat het Altera Instituut in Wageningen de dode otter onderzoeken om te achterhalen of het inderdaad om hetzelfde dier gaat. Er wordt naar het genenpakket gekeken van de otter en we hebben hier in het gebied ook verse otterspreens verzameld. Dat zijn uitwerpselen van de otter waar een bepaalde geur en kenmerken aan zitten en waar ook genetisch materiaal aanwezig in is. En dat wordt dan met elkaar vergeleken en pas als je dat met elkaar goed kunt vergelijken kun je met zekerheid zeggen of die het wel of niet is. John Pietersen houdt voorlopig de camera die in de Nieuwkoopse plassen staat opgesteld in de gaten. De laatste keer dat die uitgelezen is, toen hadden we nog filmpjes van de otter, zeg maar. Maar of dat de komende keer zo zal wezen, ja, ik hoop het dat hij er nog op staat. Het Westlandse tuinbouwleveranciersbedrijf Arend Sosef dreigt failliet te gaan. Het concern met filialen in Honstersdijk en 4 andere plaatsen zit in financieel zwaar weer. Door tegenvallende financiële resultaten is krediet door de huisbankier per direct opgezegd. Een curator moet gaan kijken of een doorstart nog mogelijk is of dat het bedrijf definitief failliet gaat. Een gesloten poort bij Arend Sosef in Honselersdijk. Het bedrijf heeft alle activiteiten tot na de orde stopgezet en de ongeveer 250 medewerkers naar huis gestuurd. Ondanks dat het bedrijf al een tijd moeilijk draait, komt de huidige situatie toch als een verrassing. Ook bij andere ondernemingen die zaken doen met het bedrijf. We kwamen hier, je zou zeggen, met regelmaat gewoon elke dag spullen aanleveren. En ik dacht dat het gewoon goed ging, dus we hoorden niks. Dus nu op een gegeven moment plots. Dus her en der heb ik gevraagd, wisten jullie daar wat van? Nee, niet. Ook plots dat mensen werden geroepen dus dat ze moesten samenkomen en toen was het over. Een belangrijke oorzaak van de problemen is dat het bedrijf al jaren nauwelijks opdrachten krijgt voor nieuwe glastuinbouwprojecten. Ja, en je ziet dat nieuwe gebieden niet ontwikkeld worden in dit land. In de goede topjaren ontwikkelden zich 500 hectare en nu nog geen 30, 40, 50 hectare. Dit raakt het Westland heel hard. Een eventueel faillissement zou volgens glastuinbouwdeskundige Kees Mostert vergaande gevolgen kunnen hebben. Kennis die al in dat bedrijf zit van mensen die hier al tientallen jaren werken en precies weten als ze aankomen wat voor storing het is en heel snel kunnen werken. En als die kennis verdampt, dan zou dat absoluut een gemis wezen voor de glastuinbouw in de breedte zin van het woord. Dus niet alleen voor het Westland, maar ook voor de glastuinbouw in de breedte. Vanuit Den Haag gaat Nederland werken aan een veiliger wereld. Vandaag is het Landelijk Innovatiecentrum voor Veiligheid geopend. Hierin werken bedrijven, overheden en de wetenschap samen om producten te ontwikkelen die helpen aan een veilige wereld. De HSD Campus zit in het Haagse Beatrixkwartier. Dit is Annie, althans een pop. Ze is dood aangetroffen onder verdachte omstandigheden.
Bij het spooronderzoek is het belangrijk te weten wat er is gebeurd en daarvoor worden geavanceerde technieken gebruikt. Deze camera meet heel nauwkeurig de kleur van de bloedvlekken en aan de hand daarvan kunnen wij bepalen hoe oud het bloed is. Met andere woorden, wanneer het bloed op dat zakdoekje gekomen is. De methode Bloed in de Spotlights is een van de projecten die via een stimuleringsfonds van de HSD Campus uitgevoerd kan worden. Maar ook op het gebied van internetcriminaliteit moeten stappen gezet worden door het delen van kennis en ervaringen op de campus. Dat is goed voor de nationale en internationale veiligheid. Maar het oprichten van een veiligheidscentrum levert nog iets op. Het is natuurlijk ook een economisch belang. Als wij dat hier goed doen, trekt dat bedrijfsleven aan, trekt het wetenschap aan, trekt het kennis aan. En dat is belangrijk, nou dat zie je hier in Den Haag. We schatten in dat we in de komende 5 jaar, waar we nu al zo'n 12.000 mensen hier in deze industrie hebben werken, dat we dat kunnen verdubbelen, dus naar 24.000, 25.000 mensen. En dat betekent in geld nu zo'n 1,5 miljard, straks zo'n 3, 4 miljard euro wat daar dan in omgaat. Wat we hier zien is een autonome beveiligingsrobot. Een robot die zichzelf voortbeweegt en 2 dingen voor ons doet. Hij reageert op een alarm, want hij staat in verbinding met het alarmsysteem en kan daarvoor het alarm verifiëren. En hij rijdt voor ons een surveillance ronde. En als de robot een mens tegenkomt, geeft hij een seintje aan de meldkamer. De robot is vooral een wapen tegen het grote aantal valse meldingen waar bedrijven en politie last van hebben. En de volgende stap is dat een robot een boef in de boeien kan slaan? Nee, dat is niet de volgende stap. De volgende stap is dat hij buiten gaat rijden op grote terreinen zoals havens en luchthavens. Maar ik denk niet dat een robot uiteindelijk in staat zou moeten zijn om een mens aan te houden. Dat laten we graag over naar beveiligers. De ambities zijn groot. De HSD-campus moet binnen enkele jaren zijn uitgegroeid tot het grootste veiligheidscentrum van Europa. In de weken tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart gaan we iedere dag naar een andere gemeente om te horen welke thema's er spelen. Vandaag zijn we in Hillegom, waar mensen zich druk maken over de armoedige uitstraling van het dorpscentrum. Wij dachten dus dat de almaar voortdurende werkzaamheden op de N208 een heet hangijzer zouden zijn vanwege de dagelijkse opstoppingen. Of de dreigende afsluiting van de Van Meerbeekstraat, een druk stukje in het centrum. En oké, dat zijn wel puntjes. Maar de echte prioriteiten liggen volgens de Hillegommers die we zo rond de dorpspomp spreken toch ergens anders. Kauwgom, hondenpoep en ander vuil. Het stijgende aantal winkels dat leeg staat. En de algehele ongezelligheid van Hillegom. Ten eerste dat dorp opknappen, want het is hier één groot armoedig dorp. Echt waar, de winkels zijn verschrikkelijk en de plantsoenen zijn verschrikkelijk. De bestrating hier in het dorp, dat er veel dat ik tegenkom dat je... Nou ja, allemaal gebroken tegels en viezigheid, ook viezigheid. Dan wordt die schoongemaakt. Ze moeten het een beetje aantrekkelijker maken hier voor de mensen. De huren moeten omlaag, er wordt veel te veel huur betaald hier. En dat kunnen de winkeliers niet meer opbrengen. En ik denk zelf dat er ook vanuit de gemeente en de winkeliersvereniging, dat die eens de koppen bij elkaar moeten steken. Dat moet gewoon hier iets gebeuren in dit dorp. Hier gaan veel winkels dicht, dus hoe zou je eerst de winkelstand willen bekijken? Anderen vinden dat er te weinig wordt gecontroleerd op fout parkeren. Dat de gemeente met geld smijt of niet luistert naar de burgers. Of dat de geplande aanpak van de tuin om het gemeentehuis onnodig is. Kortom, hete hangijzers genoeg in Hillegom als het aan de inwoners ligt. Wie weet wordt het hier wel spannend op 19 maart. Een lullig bosje, twittert de Haagse oud-scheidsrechter Mario van der Ende over de bloemen die de sporters krijgen tijdens de uitreiking van de prijzen op de Olympische Spelen in Sochi. Niet wetende dat hij daarmee zoveel stof laat doen opwaaien. Mensen reageren massaal via Omroep West. Zeg nou zelf, geen lekkere uitbundige bos bloemen om de overwinning te vieren, toch? Dat vindt ook deze man, de Haagse oud-scheidsrechter Mario van der Ende. Zijn kritiek steekt hij niet onder stoelen of banken via Twitter. Een bosje bloemen in Madure-Dam-formaat. En dat vond ik eigenlijk niet helemaal in overeenstemming met de grootste prestaties die mensen daar leveren. Na een bericht op omroepwest.nl stromen de reacties binnen. Ook via Twitter en Facebook krijgt Van der Ende veel bijval. De oud-scheidsrechter stelt voor dat Nederlandse bloemenexporteurs hun ruikertjes bij de volgende Olympische Spelen schenken. Net als tijdens Pasen aan de paus.
Nou ja, ik denk dat dat in ieder geval een hele goede PR-stunt zou zijn. We brengen ze volgens mij ook naar het Vaticaan. En de baas van het Vaticaan die bedankt ons altijd daar, hè, met Pasen. Dus wat dat betreft denk ik dat het heel goed is dat de Nederlandse bloemen de wereld overgaan. En zeker op sportgebied, dan denk ik, ja, bij een grote sportprestatie hoort ook een groot boeket. Hier bij dit bedrijf in de Lier zijn ze helemaal thuis in de bloemsierkunst. Het bedrijf zet vorig jaar nog de nieuwe kerk in de bloemen voor de beëdiging van koning Willem-Alexander. Als het hen was gevraagd, hadden ze wel geweten wat voor bloemen er geschonken zouden worden. En hier hebben we eigenlijk een traditioneel rondboeket. Maar we hebben er ook eentje gemaakt eigenlijk in de vorm van de fakkel, zoals de Olympische vlammen ook wordt aangestoken. Prachtig. Maar voelt het Lierse bedrijf zich geroepen om de bloemen bij de volgende Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016 te schenken? Wij zouden zeker aan bij willen dragen en ik hoop de hele Nederlandse tuinbouwsector. Want met z'n allen kunnen we laten zien wat een prachtige producten we hier hebben. En de beelden gaan de hele wereld over. Dus dat is denk ik echt een geweldige kans voor onze sector. Natuurlijk zijn er ook mensen die de kritiek van de Haagse oud-scheidsrechter van de Ende over de lullige bosjes onzin vinden. Voor diegene heeft hij nog een leuke boodschap. Als je ze niet mooi vindt, dan kan je ze altijd iemand anders misschien waarschijnlijk gelukkig mee maken. Het is voorbij. Alle 8 groepers hebben de CITO-toets erop zitten. 3 dagen lang was het hard werken. En onze verslaggever Harry van der Poel deed met ze mee op basisschool Het Schateiland in Gouda. Opgave 11, de hoogte van de Euromast, 185 meter. Hoe hoog is de Sydney Tower Australië ongeveer? Die is 1/3 keer zo groot. Wat zou die zijn? 300? Harry, de derde en laatste dag, hoe gaat die? Het is sowieso makkelijker, lichter dan gisteren. Dus dat geeft wel weer een boost waarvan ik denk van, moh, die mooie score die zit er wel in. Ik wens jullie heel veel succes. Ja. Hoe ging die bij jou? Oh, wel goed. Rekenen was, nou ja, wel moeilijk, maar taal helemaal. Ja? Het waren allemaal woorden die ik niet kende. Ja, alibi of zo. Alibi, albi of zo. Nee, alibi. Alibi of zo. Nee. Opgave 6. Wat is een alibi? Geen idee wat dat was. Iets met bewijs of zo dat iemand niet bij misdaad was. Dit is dus pittig. Pittig was het, maar het zit erop. 3 dagen zwoegen. De resultaten komen over een maandje binnen. Hoe belangrijk is de uitslag van de CITO-toets voor jou? Hoe zwaar weegt die voor jou in je advies? Hij weegt bij mij niet heel erg zwaar. Eigenlijk bijna helemaal niet. Het is soms meer een bevestiging van iets wat je al weet. Ik hoop dat het wel goed is. Maar ja, moet ik maar kijken. En zijn er wel eens verbazingwekkende uitkomsten bij geweest? Ja, dat wel. Dus doe je er dan wat mee? Nee. Nee, want je hebt toch altijd een goed beeld, een goed en helder beeld van een kind. En ouders hebben dat ook. En eigenlijk heeft een kind dat van zichzelf ook. En een lage score is dan gewoon een tegenvaller, maar ook niet meer dan dat. Ik wil graag naar het gymnasium. Ja, ik ook gymnasium of HAVO-VWO. Er wordt ook tegenwoordig door de ontvangende scholen steeds minder belang gehecht aan de CITO-score. En steeds meer aan het advies van de leerkracht. Is het niet misschien een beetje het begin van het einde van de CITO-toets, als er toch al niet zoveel meer mee gedaan wordt? Misschien wel. Een toets doe je om te weten hoe een kind scoort. En soms heb ik wel eens het gevoel dat er wel getoetst wordt, vooral om te toetsen. En als het aan jou ligt, over 20 jaar, de CITO-toets nog steeds op de basisschool? Afschaffen. Maar dat is voor later. De kinderen van groep 8 hebben morgen een rustdag. En vanavond is er zelfs een feestje. Van allemaal verschillende scholen van groep 8. Met disco of zo, geen idee. Harry, ga jij naar de CITO-afterparty? Er schijnt een afterparty te zijn hier in Gouden, maar de ene roept, dat stel niks voor, daar gaat toch niemand. De andere roept, nee, dat is morgen pas. Als ik naar mijn eigen lichaam luister, ik ben kuis versleten, dus geen afterparty. Ja, zodra de resultaten van Harry's CITO-toets binnen zijn, dan hoort u dat natuurlijk bij ons. Deze week staat onze West-safari in het teken van de Olympische Spelen. Vandaag proberen verslaggever Rob Vlastuin en cameraman Arbel Eschet te begrijpen wat in hemelsnaam de sport is die curling heet. Curling. Curling, volgens velen het lachertje van de Olympische Spelen. Maar hier in de Silverdome in Zoetermeer nemen ze het heel serieus. Je draait door binnen je team, dus je komt allemaal aan de beurt met gooien. Als je met z'n vieren bent, gooi je allemaal 2 keer per ronde. Want je hebt 8 stenen met je team per ronde. Curling Clinic.
Waarom curling? Wat is er leuk aan? Alles. Je hebt fitness nodig, je hebt precisie nodig. Fitness? Ja, dus dan, je moet heel hard wegen. Een wedstrijd is 2,5 uur. Je krijgt zo een gladde zool en een stroeve zool. Die gladde zool die is om op te gaan glijden. Die heb je nodig om je steen te gaan gooien. En die stroeve zool is voor extra grip. En voor jou een bezem? De bezem. Mensen vinden het vaak een rare sport, het vegen, dat snappen ze niet. Ze denken allemaal dat het een beetje een oude lullensport is, omdat er weinig in wordt bewogen. Maar dat valt vies tegen, want je moet echt wel heel fit zijn. Lukt het? Niet echt, niet echt. Waarom niet? Ja, dat gladde voet is echt te glad. Het lijkt zo saai. Nee, dat absoluut niet is. Echt tactiek en strategie. Het is een beetje chess. Maar chess ook met sporten, dat is echt geweldig. Ik zie trouwens allemaal mooie dames. Ja, voor de Russische dames, het zijn modellen ook echt. Je kunt ze op internet opzoeken. Dat is een gouden tip, jongens. Waarom veeg jij? Je warmt het ijs daarvoor een beetje op. Dan krijg je een dun laagje water. Daardoor komt die steen net even die 3 meter verder. Vegen! Heel hard vegen! Kom op, jongens! Waarom is Nederland niet op de Olympische Spelen met curling? Nou, nu is het iets te vroeg voor onze jongens. Maar die hebben wel echt een plan en echt motivatie naar de volgende Olympische Spelen toe te gaan. Ze zoeken nog leden voor het Olympisch team in 2018. Ja, ik ben een voetballer meer. Ja, nou dat ben ik niet hoor. Genoeg geoefend. We gaan nu voor het Echi met het Nederlands team op naar de Olympische Spelen 2018. Ja, een spannend einde en een topprestatie van onze verslaggever Rob Vlastuin. Gaan we naar het weer met Huub Musée. Hoewel het weer natuurlijk nogal wisselend is, begint het eigenlijk toch een beetje eentonig te worden. Iedere dag heb ik in het weerbericht wel over wind, over regen en vrij hoge temperaturen. Maar goed, voor volgende week ziet het er allemaal wel iets beter uit. Minder wind, minder regen en toch aangename temperaturen. Maar afgelopen nacht hadden we weer te maken met windkracht 7 tot 8 langs de kust en windstoten van meer dan 80 km per uur. Ook vanochtend waaide het nog flink, maar toen begonnen er toch wel langzamerhand wat opklaringen te komen. Maar goed, vanmiddag begon de bewolking alweer toe te nemen. En op de satellietfoto kunnen we ook zien dat er zich een actieve storing ten westen van ons land bevond. Die kwam vanmiddag binnen met een aantal buien. En dat is ook vanavond nog het geval. Daar kan onweer bij zitten of misschien plaatselijk hagel. Terwijl de wind weer zuidwestelijk zal gaan worden en langs de kust weer van tijd tot tijd krachtig tot hard. Boven land waait het wat minder hard en de temperatuur die daalt tot zo'n 3 graden. En dan morgen, dan beginnen we weer met zonnige perioden. Maar in de loop van de middag komt er weer meer bewolking, tegen de avond gevolgd door regen. En de wind is aanvankelijk nog zuidoostelijk, maar die zal overwegend matig zijn. Maar later op de dag gaat die weer toenemen tot vrij krachtig en langs de kust mogelijk later weer tot krachtig of hard. En morgen wordt het ongeveer 7 graden. En dan hebben we zaterdag opnieuw weer een dag met veel wind. Ja, u ziet het, langs de kust weer een stormachtige wind van kracht 8. We hebben dan vrij veel bewolking, maar toch ook wel af en toe wat zon. Veel regen zal er op zaterdag niet meer vallen. En de temperatuur die komt waarschijnlijk ruim boven de 10 graden. Dankjewel Huub. En tot zover het TV West nieuws. Meer nieuws is natuurlijk te lezen op onze website omroepwest.nl. Maar ook op de apps voor de mobiele telefoons en de tablets. En ook via 89.3 Radio West blijft u natuurlijk volledig op de hoogte. Ik wens u nog een hele fijne dag.